Ja, een beetje lastig. Dat is ook de bedoeling. Ja. Kijk, we moeten deze teksten niet plat slaan. In de zin dat, als, laat ik zeggen, als er een bruiloft is, moeten we dan dit gedeelte gaan voorlezen en zeggen van nou, we konden maar beter in het klaaghuis zitten vandaag. We waren beter af geweest als een van het trouwstel overleden was. Natuurlijk niet. Maar het staat wel in de Bijbel. We moeten dus niet, laat ik zeggen, ook Prediker 11, Prediker 12 zijn ook van die voorbeelden waar we de jonge mensen mee om de oren slaan. Ja, als je jong bent, verblijd je maar, pas op, want de dagen komen. Zo van, om ze bijna op deprimerende manier naar beneden te drukken, dat is de bedoeling van het boek Prediker niet. Het heeft iets dat prikkelt. Het zijn spijkers die ons pijn doen, maar daarmee wel een doel hebben, namelijk om ons toch te brengen tot de vrees van God. En dit gedeelte is ook prikkelend, hè? Een beetje lastig, zoals u zegt. Maar de praktijk is vaak wel dat de moeilijke momenten in ons leven, geestelijk gezien, de rijkste momenten zijn. En wij hoeven niet te vragen om verdriet en wij hoeven niet te vragen om sterfgevallen, maar de ervaring leert dat die momenten in ons leven diepgang geven. En dan mag het ook een troost zijn. Misschien zijn er hier vanavond mensen die heel veel verdriet hebben. En dan kan het zijn dat die wrange woorden van de prediker toch een troost geven, omdat het, hoe moeilijk voor ons te bevatten ook, maar niet buiten Gods voorzienigheid omgaat. En dat alle dingen, zegt Paulus dan, alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook die momenten van verdriet en ook die momenten dat wij in plaats van lachen, dat wij verdriet hebben. Want het is goed voor ons hart. Het reinigt ons hart. Het vult ons hart met verlangen naar de hemel. Het vult ons hart naar verlangen dat het verdriet voorbij zal zijn. En dat is als het ware de bijkomende betekenis die het verdriet kan hebben in ons leven. En dan is het wel degelijk een waarheid die we laten staan, hoe lastig die ook kan zijn.